Sluit je motor nou in ster of in driehoek aan? Nou, dat is de vraag die ik voor jullie ga beantwoorden. Aan deze kant zien jullie een sterschakeling. Die motor is geschakeld in ster. Je kan het vergelijken met een soort Mercedes ster. Ze staat in ster. En aan de andere kant zien jullie een driehoek. Dit is dus de ster, dat is de driehoek. Ik ga beginnen met de sterschakeling. En om te weten hoe je die motor aansluit, moet je eerst weten welke spanning er wordt aangeboden. In Nederland wordt er op de meeste, nou eigenlijk 99% wordt er 230 en 400 volt aangeboden. Dus de 230 staat tussen L1 en de 0, of L2 en de 0, of L3 en de 0, en tussen L1 en L2. Staat 400 volt. Wil je weten hoe dit zit? Kijk dan naar drie netten, Maar deze motor wordt in drie fasen aangesloten. Dus hier staat bijvoorbeeld L1 op en hier staat L2 op. En aan deze kant staat L3. Wat ik net al zei is dat er tussen deze twee lijnen. 400 volt staat, dus geen 230, maar 400 volt. Nou, dat staat hier ook tussen en hier ook tussen. teken het even één keer. Die motor, drie fase motor, heeft drie spoelen. kunnen er ook zes zijn, of negen, of twaalf, maar ik teken hem even eenvoudig als drie spoelen. Deze spoel krijgt nu niet 400 volt. Maar krijgt minder. Kijk maar, normaal gesproken een serie schakeling. Dus de spanning gaat zich verdelen. Hier komt een deel en hier komt een deel. Nou zou je zeggen: dan krijgt dus elke spoel 200 volt. Zo is het net niet. Dat heeft weer te maken met een driefasennet, net. Maar ik kan je nu vertellen dat elke spoel 230 volt krijgt. Deze ook. En deze ook. Die spoel krijgt 230 volt, dus heb je een motor die geschikt is voor een spoelspanning van 230 volt, dan moet je hem dus in ster aansluiten. Dat was de ster. Dan nu naar driehoek. Hier hebben we weer dezelfde: L3, L1 en hier zit L2 op. Dus tussen L1 en de L3 staat. 400 volt. Dat was hier ook zo. Dus dat is hier ook zo. 400 volt. Hoeveel krijgt nu deze spoel? Ja, wacht eens even. 400 volt per spoel. Je ziet dus direct nu het verschil voor een ster en een driehoekschakeling. Nou ja, en dan, wanneer mag nou een motor in ster of in driehoek. Dit moet je goed begrijpen wat er dus gebeurt. En als je dan dus een motor hebt, bijvoorbeeld met een type plaatje 230 400 volt. Ik schrijf er even bij: motor 1 230 400 volt. En dan staat erachter driehoek/slash ster. Dan betekent het. Dat deze spoelspanning, dus de spanning op de spoel, 230 volt mag zijn. Dus altijd de laagste waarde. Moet hij dan in ster of moet hij dan in driehoek? In dit geval mag hij dus maar 230 op zijn spoel hebben. Dus dan moet hij in ster. Motor 2: 496 staat erop. Driehoek, ster. Laagste spanning? Juist, 400 volt. Dus deze motor moet in driehoek aangesloten worden. Als deze motor in ster wordt aangesloten, krijgt hij te weinig op zijn spoel, dus zal die minder krachtig zijn. Dan is er ook nog een andere manier van de motorspanning opschrijven. Het kan ook zijn dat je dit op een motor vindt. 400 volt. Dan weet je dus direct dat deze motor de laagste spanning is, dus weer die 400. Dus dat is precies dezelfde als die we net hadden. Dus die moet ook in driehoek. Laat je niet afleiden door wat hierachter staat. Dat heeft een andere betekenis. Dat is een andere manier van naar de spanningen kijken. Maar ik vind altijd deze manier van naar de spanning kijken het meest eenvoudig. Dit was even waarom sluit je motor in ster of in driehoek aan. En nu dan, als we die motor in ster of in driehoek gaan aansluiten, dan zit dat in de motor zit dat op een speciale manier aangesloten. Je krijgt dan zo'n uh, zes van die aansluitpunten in die motor te zien. Je ziet hem hier. Zo ziet het eruit en je krijgt er een paar plaatjes bij. En dan moet je zelf de verbinding maken. Moet die nou in ster of moet die nou in driehoek? Een spoel van een motor krijgt altijd de codering mee u1 en aan de andere kant u2. Dit is w1, dit is v2, dit is w1, dit is w2. Dus uvw en dan 1, 2 en zo bouw je het op. Zo dus aan deze kant ook zo. U1, u2, v1, v2. W1, W2. Je ziet, ik doe het gewoon zoals het uh, helemaal rond zeg maar. Zo ga ik hem maken. Nou, bij ster zitten dus U2 aangesloten met V2 en W2. Dus bij ster kunnen we opsluiten eigenlijk wat we doorverbinden met elkaar. Dat is uh, U2. Dat is U2, V2 en W2. Bij de driehoek is het iets lastiger. Daar is doorverbonden U1 met W2. Zie ik maar al gaan. V1 met U2 en W1 met V2. Dat is R doorverbonden met elkaar. En nu dan, ik heb alleen hier nog ruimte over, dus mijn hoofd zal een beetje in de weg zitten, maar goed. En nu dan, hoe zit dat dan in die motor? Daar zitten die zes aansluitpunten. En dan is dit U1, dit is V1, W1, en dan uh, de onderkant doe ik straks eventjes. Ja, dit zit in die motor. En die spoelen die zijn eigenlijk op deze manier zitten ze in die motor. Er zit altijd een slag in. Dat hebben ze gedaan omdat je hem anders niet goed in driehoek geschakeld krijgt. Dit is dus U2, want dat is de andere kant. Kijk maar, U1, U2. Dit is V2 en dit is W2. Deze zit, ik teken hem er niet doorheen, maar zit hier aan vast. Misschien even met een andere kleur. Dan valt het wat minder op. Dit gaat wel zo. Ja, nou daar gaat hij. Stel voor, ze moeten, hij moet in ster. Doorverbonden met die plaatjes. Je hebt dan één plaatje over. Dat plaatje doe je gewoon dubbel eronder. Dat hij dus gewoon extra eronder zit. En dan draai je hem vast. Dus je moet niet dat plaatje. En los inleggen, dat moet wel weer vastzitten. Dat is voor ster. Dan nu in driehoek moet U1 met V2 doorverbonden zijn, dus dan moet dit plaatje erin. En V1 met U2, dus dit plaatje, en W1 met V2. Dus blauw is de driehoek. Nu heb je dus wel die drie plaatjes nodig. Je ziet dus door die spoelen dus iets te draaien in, het, uh, in de motor, zeg maar, dus in, de, in het motortype plaatje. Je ziet dus doordat we de uh, spoelen dus iets gedraaid hebben met de aansluitingen, dat je dus een nette rechte lijnen kunt maken en dat je dus goede verbinding kan maken tussen ster of driehoek. Dan nog één tip. Heb jij een ster-driehoekschakeling gebruikt, dan beslist niet de motor of die in ster of driehoek staat, maar dan beslissen de relais Dus dan moet je helemaal geen uh, plaatjes ertussen doen, geen doorverbindplaatjes. Dan wordt deze aangesloten met een zevenaderige kabel. En um, ja, dan beslissen die laatste drie aders dus voor of de motor in ster of driehoek wordt geschakeld. Eén kabel is nog belangrijk, ik zei zeven aderig, toen zag ik jullie al denken. 1, 2, 3 en een aarde is het normaal gesproken. Dus die moet er natuurlijk ook bij. Dus een motor sluit je altijd aan met vier aderige kabel. Moet hier ster driehoek, dan is, krijg je er dus drie bij, dan is er dus zeven aderige kabel. Succes met de opdrachten in de e-learning en bedankt voor het kijken.